Die vannacht jonge lui zijn hier langs heen gekomen. En die hebben zich even uitgeleefd op de auto's. Die hebben even spiegelstraf getrapt en dat vonden ze allemaal prima. Dat vonden ze leuk. De auto is ook licht beschadigd, ja. Gelukkig, mijn spiegel zit er nog aan, maar politievermogen vroeg al voor de deur. Dan sta je raar te kijken, wat is hier aan de hand? En maar ik zie hier meerdere mensen die al complete spiegels er hebben afliggen. En dus gaat hier een heel eind door. Nou weten we waar we voor staan in onze jeugd, hè. Kijk, als dat niet bijgebracht wordt, je moet met je handen van andermans spullen afblijven. Dan is het einde zoek, hè. En het gebeurt altijd 's nachts, niet overdags. Ja, dat ben je eigenlijk niet gewend. Wij komen natuurlijk uit een generatie, we hebben ook streken uitgehaald. Maar dergelijke dingen, andermans spullen vernielen, nee. Of inbraak, of diefstal, of zo. Nee, ik vind niet dat dat hoort. En ik vind dat het ook een taak is van de opvoeders. Om daar heel alert mee om te gaan en op te reageren. Ja, ik denk dat ze ik wel een oud of 12, 13, zover ik heb kunnen tellen dan. Zeker wel, ja. Ja, het begint met de spiegels aftrappen van de auto's. En als je er langer mee doorgaat, dan staan ze in de brand, hè. Wat er overal al gebeurt. Het is afgelopen nacht geloof ik in Roermond ook weer gebeurd, dacht ik, dat de auto's in brand gingen gestoken. Ja, het einde zoeken, hè. Morgen stonden daar twee politiewagens en via nog een broer van mij, die hadden via de app ook al wat gehoord dat ze hier vannacht vernieling hadden verricht. En de auto's vernield heb ik gehoord en verkeersborden er vanaf gehaald. Dus dat is vannacht gebeurd. Dus dat is alles wat ik weet. Het is gewoon triest, en triest. En ik hoop dat ze zo snel mogelijk gepakt worden, want het gaat nergens over. Dus het is gewoon triest.